En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan lokaal nevel of mist ontstaan, met name in bosrijke gebieden. Het weer van morgen is overwegend droog en zonnig. In de middag of avond kunnen er lokaal buien voorkomen, variërend van licht tot matig, zowel langs de kust als in het binnenland, mogelijk gepaard met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 43 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook geeft de dienst aan dat er kans is op windstoten langs de kust.